We hebben de bevrijding op 4 mei, de doodherdenking. We hebben in september een herdenking waarin ook veteranen eigenlijk veelvuldig voorkomen. Regelmatig zie je ze dan ook eens marcheren door Den Haag. Helmond heeft nog geen veteranenvereniging, maar er is een enquête uit, Henk van Dijk. Want jullie willen heel graag in Helmond een veteranenvereniging. Ja, we stellen het zelf erg op prijs om hier een initiatief wat we dus hebben ingezet om dat te zien te volmaken. Want we willen graag die 600 veteranen die we hier in Helmond hebben, willen we graag te samenbrengen in één platform. Zodat we dus ook elkaar nog nader kunnen leren kennen, maar ook de mensen die ik dus onderweg ontmoet en die zeggen, ik zie nooit geen collega's meer en ze zitten hier in Helmond, is er niet mogelijk dat we een vereniging of een platform krijgen waar we dus wel een inloop kunnen hebben om mensen eens nog eens een keer te spreken over het geheel. Ja, nu heeft de gemeente een enquête uitgezet. Is daar al op gereageerd en tot wanneer loopt die enquête? Ja, die enquête die hebben we dus samen met de gemeente opgesteld om te kijken of er animo is voor het hele gebeuren waar we nu achter staan. En er zijn dus zo'n 90 enquêtes op dit moment zijn er binnen. En de looptijd is tot het eind van deze week. En dan zullen we dus gaan kijken van hoe dat de reacties allemaal zijn. En daarom wil ik eigenlijk nog een oproep doen aan deze kant om de veteranen die we dus de brief nog niet terug hebben gestuurd en de enquête nog niet hebben ingevuld, om die toch eventjes aan de tafel te krijgen om het verder in te vullen en toch te reageren. Ja, die veteranen zijn dat meestal de oude militairen die gevochten hebben in Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Of zitten er ook een aantal jonge mannen en vrouwen bij die elders op missie zijn geweest? Ja, de mannen die dus vroeger naar Indië zijn geweest en Koreagangers en dergelijke, die zijn erbij betrokken, want die zijn nog steeds de veteranen. Maar ook de veteranen van na de Tweede Wereldoorlog, die dus in de uitzendingen zijn geweest, landmacht, de luchtmacht, de marine, alle onderdelen van Defensie, die zijn van harte welkom en die willen er ook allemaal bij betrekken, zodat ze allemaal elkaar weer kunnen ontmoeten. Want hoe doen jullie dat nu doen? Want er is geen veteranenvereniging in Helmond. Hoe gaat het nu dan? Nou, wij zijn dus, dat is ook het probleem. We vallen eigenlijk een beetje onder het ressort van Eindhoven. Zuidoost-Brabant, die heeft dat toen de tijd een beetje bij elkaar gezocht. En alle plekken, alle stadjes en dorpjes die dus iets hadden, die hebben ze allemaal erbij getrokken. Maar nu wil iedereen gewoon zelfstandig zijn. En ze willen ook allemaal, omdat ze dus elkaar beter kennen als ze in de stad of dorp zelf zijn. En dat ze dan beter contact kunnen onderhouden. Ja. Is iedereen veteraan die op missie is geweest en momenteel geen militaire dienstplicht meer vervult? Iedereen die dus eenmaal die status heeft van veteraan, die blijft hij dus zijn leven lang houden. Ook al is hij dus nog actief dienend bij een krijgsmachtonderdeel. Maar ook degene die dus met pensioen zijn. En ja, we hebben ook ouderen erbij, er zijn er bij, die zijn al de 90 gepasseerd. En dat vinden we natuurlijk prettig om die verhalen van vroeger nog eens te horen van hoe dat allemaal is gegaan is bij die lieden toen ze daar op uitzending zaten. Ja, straks de cirkel rond is, betekent dat we dan nog een mooie oprichtingsvergadering krijgen? Ja, sowieso. We gaan dus een oprichtingsvergadering doen. Ook het Veteraneninstituut is daar zeer in geïnteresseerd en wil ons daarbij ook bijzonder ondersteunen. Dat hebben ze ook al toegezegd om daarbij aanwezig te zijn. En natuurlijk ook al die veteranen die dus hopelijk allemaal zijn naam de zaak terug hebben gestuurd. Hoop ik dat ze allemaal straks ook komen als die oprichtingsvergadering komt. En dan komt er één keer in het jaar een herdenking van de veteranen die ons ontvallen zijn. En een veteranenherdenking wordt dat wel eens genoemd in de regio. Ja, dat komt er sowieso bij dan, hè, dat we dat gaan doen. Maar we willen ook zelf een veteranendag hebben in Helmond. Er is jaarlijks nu een wisseling tussen Helmond en Eindhoven. Maar de behoefte voor Helmonders om naar Eindhoven te gaan is zo minimaal. En dat we dus gewoon zeggen, nou, we moeten hier gewoon zelfstandig een veteranendag kunnen organiseren voor onze eigen veteranen, waar we dus nog een gezellige dag van kunnen maken. Ik zou zeggen, Henk van Dijk, pak een momentje in de camera en roep je collega's veteranen op om toch te reageren. Ja, collega's veteranen, ik hoop dat jullie nog snel eventjes aan de tafel gaan zitten. Even het formulier invullen en in de antwoordenvelop terugsturen. Of even digitaal en dan ook weer terugsturen naar de gemeente. Zodat we dus volgende week eens kunnen gaan kijken hoe grote groepen dus kunnen oproepen om bij de oprichtingsvergadering aanwezig te kunnen zijn. Alvast bedankt.